Hoi allemaal, lief Marlies Verhaals heeft vandaag een verhaaltje uit de zoute goudvis gelezen. En dat ging over ondeugende schoenen. En toen al bedacht hoe een leven van een schoen zou zijn. En toen heb ik allemaal een voorwerp gekozen en daarvoor nog een verhaal gemaakt. Mijn verhaal was van mijn telefoon en ik ga hem nu voorlezen. Er klonk geritsel naast me, steeds luider en vlakbij. Voorzichtig deed ik mijn ogen open. Het was nog te donker om te zien waar het geluid vandaan kwam. Ik ben een lichtblauwe telefoon. Oh, gelukkig. Het is mijn baasje maar. Ze pakt me op en gaat naar haar appje, WhatsApp. Typisch mijn baasje. Ze schrijft, hoor Lisa, je bent toch niet vergeten dat we vandaag naar de bios gaan? We spreken bij jou thuis af. Oh ja. En niet zeggen dat ik haar berichtjes heb voorgelezen. Ik ga een gedicht voorlezen uit Uil gaat uit fietsen van Lissy Koffer van Pelt. Op eigen poten. Heel mijn buik zit vol met kauwgom en mijn poten voelen stram. Graag zou ik er eens op uitgaan, na de ochtendboterham. Maar ik kan me niet bewegen en ik kom geen stap vooruit. Kijk, mijn rug ligt vol met kruimels, van het brood en van beschuit. Au, daar prikt weer eens een vorkje. Iek, daar krast weer eens een pen. Ik zou zo graag willen rennen, weg van alles dat ik ken. Nou, het gedicht gaat nog verder en dat heb ik in de klas ook voorgelezen. Ook een ontzettend leuk gedicht om te kijken hoe zou het zijn als je een tafel was. We hebben ook gesproken over hoe het zou zijn als je een stoel was. Lijkt heel prettig totdat er een dik, zwaar iemand op je gaat zitten die ook nog eens een windje, een pufje, een scheet laat. Nou, dan wil je geen stoel zijn.